Elk schooljaar opnieuw zorgt die eerste schooldag voor de nodige onrust bij ouders. Maar eigenlijk hoeft dit niet als ze hun kinderen voldoende hebben voorbereid. Alles is een leerschool. Eerst leer je fietsen. En de volgende stap is natuurlijk fietsen in het verkeer. Geen evidentie, want plots moet je met heel veel zaken rekening houden. Het zijn beelden die we elk jaar te zien krijgen. Traantjes bij de jongste of misschien ja, happy faces bij de oudere kinderen. Heel belangrijk natuurlijk is dat ze veilig aan de schoolpoort geraken. En gaan ze dus met de fiets, dan is het heel belangrijk om te oefenen. Anne-Lore, Katrijn, jullie gaan een verkenningstochtje doen. Hoe pak je dat aan? Wel, het is zeker heel belangrijk om naar school te gaan met een fiets die volledig juist, correct uitgerust is. Dus werkende remmen, werkende lichten, alles in orde. We trekken ons fluo hesje aan en helm. En dan oefenen we de rit ook een aantal keren. We nemen zeker de veilige route of zo veilig mogelijk. Dus niet per se de kortste, maar degene met de minste auto's. Zo, hier komen we aan de grote baan. We hebben haaientanden, dus we gaan voorrang verlenen, eventueel stoppen. Maar nu kunnen we doorgaan. Zo, hier moeten we de baan oversteken, maar dat is wel heel druk. Dus we gaan het veilig doen en we gaan te voet. Dan hebben we voorrang als voetganger. Als de auto's willen stoppen, goed kijken. Ja, oké. Hier is de fietsoversteek, maar als fietser heb je geen voorrang. Dus altijd de auto's wel voor laten gaan. Anne-Lore, hoe is het geweest? Heel goed eigenlijk. Maar het is hier echt heel gevaarlijk. En ik ben heel blij dat ik het op voorhand heb gedaan en heel veel goede tips heb gekregen. Voilà, dat is de bedoeling natuurlijk om ja, te oefenen het traject. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog andere initiatieven om kinderen te sensibiliseren. Denk maar aan het grote fietsexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Maar Piet Verhoens van de dienstpreventie in Brugge, die kent ook nog heel wat projecten. Piet, hier in Brugge wordt er toch hard ingezet op preventie. Dat klopt. Bijvoorbeeld in het vijfde leerjaar gaan alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om een dode hoeksessie met vrachtwagen bij te wonen. De boodschap die we hen dan geven is, staat die vrachtwagen er al? Blijf er alsjeblieft minstens 3 meter achter. Laat hem eerst wegrijden, kom dan naar het kruispunt toegereden. Ben jij al aanwezig op het kruispunt? Zwaai dan even, zodanig dat die chauffeur jou zeker heeft gezien. Dan hebben we ook onze VERO's, onze verkeerseducatieve routes voor fietsers, die bewegwijzers zijn. Die lopen langs punten waar kinderen heel vaak moeten zijn, doorheen de gemeente. En eigenlijk is het de bedoeling dat ze de opgedane verkeerskennis en alle vaardigheden, verkeersvaardigheden, in het echte verkeer gaan oefenen. We denken dan aan de voorrangsregels toepassen, linksafslaan, rechtsafslaan. Maar heel belangrijk ook is dat ze leren anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers. En wat is dan de fietsometer? De fietsometer is een heel interessant pakket voor het secundair, om te leren fietsen in groep. Dat is een echte gamechanger, waarbij men dan vooral gaat leren compact rijden, gaat ritsen en communiceren met elkaar. Wat toch de veiligheid om in groep te fietsen heel sterk bevordert. Oefenen is dus heel belangrijk om je vaardigheden op te frissen en zo heb je meer vertrouwen om het verkeer in te duiken. Maar laten we niet vergeten dat ook hun ogen op ons zijn gericht. Geef dus altijd het goede voorbeeld. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.